Hoi, goedemiddag. Daar ben ik weer, Zelda Blade met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Link Faces of Evil. In de vorige aflevering hebben we dus heel erg veel items gehaald en hebben we heel erg veel levels gehaald. En in deze aflevering gaan we maar eens even kijken of we bij Firestone Lake en bij Sarragon Caves kunnen gaan uithalen. Dus laten we eerst gaan naar Sarragon Caves, waarom ook niet. Het ziet eruit als een lava vuurgebied, dus ik denk dat we sneeuwballen... No. Ik heb nog maar 8 vuurstenen. Dit kan een issue zijn. Oké. Laten we het maar gewoon doen. Niet echt veel nieuws te vertellen. Alleen dat we hier naar binnen kunnen. En daar vinden we een soort van diamant iets. Oké, volgens mij werd het donker hier. Ja, mijn geheugen werkt goed. En oh, wat zijn die vleermuizen irritant. Oké, nou. Wat is dit? Ice Crystal. Nou, die heb ik nog niet op mijn lijstje staan. Dus ik heb alleen maar Raspberries en de Book of Cordai heb ik hier staan. Dus waarom ben jij stront aan het rollen en naar mij aan het gooien? Is niet lief, hè? Nee. Is niet lief? Nee. Oké, nou. We hebben weer een item gevonden. En wat hebben we hier? Water of Life! Oké, daar zeg ik hier nee tegen. Daar hou ik wel van. Even wachten hoor. Dan moet ik mijn lantern, die eerst daaronder stond en nou hier. Irritant. Maar goed, dan hebben we dus water nodig. Want Water of Life, dat zorgt er eigenlijk voor dat we dus één keer instant ons health kunnen healen. En dat kunnen we zo vaak gebruiken als we willen. Dus kom maar vleermuizen, ik ben onsterfelijk op dit moment. Goed. Aangezien dat het hier donker gaat worden, zou ik hier wel snel weggaan. Want ik heb geen zin om te veel lanterns te gaan verspelen hier. Dus oké. Gaan we hier verder. En natuurlijk vallen er hier weer van die ijspegeltjes. Oké. Tuurlijk moet jij mij weer ervoor zorgen dat ik niet meer kan... Kan ik jou opblazen? Nee, daar hebben we de power glove voor nodig. Oké, dan moeten we hier dus terug het level gewoon verlaten. En daar wil ik jullie eigenlijk een trucje laten zien dat het dus ook een hele luie manier is om terug te gaan naar de world map. Laat je eigen afgaan. Wat? Heb je genoeg? Hij had er genoeg van. Hij dacht bij zijn eigen huid, doet toch niks. Nou, laat de timer op 0 springen. En je komt automatisch terug in de world map. Dus, maar goed, we hebben dus een ice crystal ding gevonden. En even kijken, Tokyo Lighthouse, Goronu hebben we gehad, Crater, Spearfish, die hebben we ook gehad. Dan gaan we maar naar Firestone Lake. Ik denk dat we daar dan naartoe moeten. Althans, dat hoop ik. Hey, nieuwe vijanden. Dit zijn de Octoroks in dit spel. Ja, ze zien er niet echt uit als een standaard Legend of Zelda Octorok. Ik weet het. Teleurstellend. Ze kunnen dus zeg maar stenen schieten. Net zoals de Octoroks in de goede Zelda spellen. Ik denk, ik zeg het heel eventjes. En het komt eigenlijk best wel goed uit dat we daar die rode vijanden weer tegenkomen. Want ik heb wel wat vuurstenen weer nodig. Dus, en nee, niet om mijn Pokémon te laten evolueren. Al moet ik zeggen dat ik geen idee heb op welk punt dat ik nou bij Pokémon zit. Omdat het al ruim van tevoren is natuurlijk opgenomen. Dus tuurlijk, laten we naar de grond springen. Waarom ook niet? Knip hier even. Oké, ik moet zeggen dat deze muziek, die lijkt nogal een beetje op de muziek van Crash Bandicoot. Tenminste, dat vind ik. Persoonlijk. Oké. Ah, kom op, er is geen manier om dat te ontwijken. Net zoals die... Genoeg! Ik weet dat die beesten dingen kunnen gooien, maar ook nog eens een keer lava stenen. En hoezo kan ik hier niet op springen? Kan ik hier op springen? Ja? Kan ik hier? Kan ik hier? Oké. Gehaald. Geen probleem. Oh mijn god. Look what has happened. In the darkest nightmare hour, when not moon nor sun has risen, I take Zelda in my power. I shall keep her in my prison. Ja jongens, dat was Ganondorf. Of in dit spel gewoon Ganon. Kan niks aan doen. Spijt me zeer. Maar dat was Ganon. Dat was de final boss. Zelda is dus ontvoerd door Ganon. Wat een verrassing. Oké, nou heel voorzichtig.
Die vuurballen die zijn irritant hoor. Hey, dat ziet eruit als grapes. Weten jullie nog dat ik zei dat jullie heel erg veel snowballs nodig gaan hebben? Grapeberries, oké. Dit is de reden. Ja, ik weet dat het donker is, maar geef me dan even de kans om een lantern eventjes te selecteren, ja? Soms wel. Oké. Deze die geeft me altijd heel erg veel problemen. Oké, ik word geraakt. Geef. Ah, kom op. Nou, ik heb hem. Dat is het belangrijkste. En de lantern die werkt nog steeds. Hoeveel sneeuwballen heb ik nog? 35. Ah, joh, ik hoef me nergens geen zorgen over te maken. Oké. Sneeuwballetjes. Ik weet dat ik mijn Water of Life... Nederlands-Engels door elkaar. Hoe kan het? Maar ik weet dat ik die had kunnen gebruiken. Maar... Ik bedoel, we zitten bijna bij het einde van dit level. Dus waarom zou ik dat in godsnaam gaan doen? Aangezien... Bekijken jullie dit even lekker. Aangezien dat we dus het, de grapes nou hebben gevonden. Nou zie ik dat we dus die hier naartoe moeten brengen bij Spearfish Falls. We hebben Spearfish Falls al gezien. Maar dat maakt mij niet uit. Zelfde play, wees niet zo gemeen en knipt het gewoon naar voren. Nee. Of zou ik jullie wel... Weet je maar, ik bespaar jullie het wel vooruit dan. Ik knip wel naar voren. Ik zie jullie wel bij dat gekke mens. Behalve als er een komisch moment gebeurt, dan zien jullie dat ook. Leuk ding om hier te weten. Bij deze fairies krijg je nou een andere cutscene. Nou ja, eigenlijk dezelfde cutscene. Maar... You're doing great, Link. You are our hero. Here's some water of life. Drink, Link. Andere voice acting, zelfde image eigenlijk, maar als je dus zeg maar met die veetjes praat, dan vullen ze ook nog eens een keer Water of Life op het moment dat die leeg zou zijn. Onze was vol, dus daar hadden we geen last van. Oké, terug naar de knip. Weet je wat? Laten we een fast forward op gooien. Dat was kort, maar dat maakt niet uit. Goed, wat ik uit te melden. We hebben hier grapes. Stir the berries in the tub. Let the juices soak the glove. Let Link fight and never cower. For his gloves, a glove of power. Wow, thanks! Wow, thanks! Had er nog iets zinnigs te melden? I may be old and ugly, but I still know a few tricks. Oké, nou ben jij gewoon dus afgekapt. Maar goed, we hebben dus de glove of power. Of... Een reference naar de Nintendo Power Glove. Oké. Prima. Prima. We hebben de Power Glove. Ik vind het best. Goed. Nou dat we dus de Power Glove hebben, kunnen we dus... weer terug naar Saragon Caves om daar die steen eventjes aan de weg te gaan halen. Oké. Power Glove attack! Iedereen sterft. Mooi. Goed, en nou? Oké, een cave. Oh, laat maar raden. Firestones nodig. Oh, lantern nodig. Prima. Kan er ook nog wel bij. Oké, we hebben firestones nodig. Die heb ik niet meer zoveel. En ik weet dat er nog een paar dingen zijn waarvoor ik ze nodig heb. Dus, sterf. Goed. Paas erop. Before you face the foul fiend Ganon, you must conquer Fortress Central, where the treasure of death is hidden. Bring it to me. Be gone. Oké, dus voor jou moeten we ook iets vinden. In de Fortress Centrum. Daar ga ik later naartoe. Ik heb er nou geen zin in. Oké, Firestone Lake hadden we gehaald en dan komen we bij Harlequin Bazaar. Laten we daar maar naartoe gaan. Lijkt me leuker. Oké, wedigheid melden. See how Harlequin captures Corridians? You lose. Do you know what it means when you lose your last ruby? Now you work for me. Take him away. Alsof dat je een mailtje binnenkrijgt.
Maar goed. Die kon ik niet raken zonder zelf geraakt te worden. Dat is nogal flame. Heel erg flame. Maar dat maakt niet uit. Goed. Dus blijkbaar hebben we weer een slechterik die we dus moeten gaan verslaan. Oké, kunnen we hierin? Blijkbaar kunnen we daarin. Oké. Ik vind het prima. Ik bedoel, je kunt veel zeggen over The Legend of Zelda CDI. Ik weet, de cutscenes die zijn gewoon hartstikke slecht. En dat is ook zo. De cutscenes, alsof dat ze in een goede koper versie van MS Paint zijn gemaakt. Want ik heb veel beter kunstwerk gezien nog uit MS Paint dan dat je hier eigenlijk ziet. En... Ik weet dat de gameplay, ja, de controls, die zijn heel erg slecht, dat is zeker. Maar ik moet toch toegeven dat de muziek echt... Op sommige punten is dat behoorlijk geweldig gemaakt, de muziek. Bij sommige punten moet ik echt zeggen dat ik echt van de muziek geniet, maar oké, nou. Action today. Komen we daar ook terecht? Is dit iets? Dat is een deur? Hoe moet ik weten dat... Waar de neus ben ik nou weer? Juist. Oh, ik heb trouwens helemaal nog niet uitgelegd wat de Clear Bell eigenlijk doet. De Power Glove en de Clear Bell, zeg ik het eventjes goed. Ja, de Power Glove en de Clear Bell, die gebruiken dus zeg maar rubies als je ze gebruikt. De Clear Bell, die zorgt ervoor dat als er dus een vliegbeest op je afkomen, zoals deze, tot die totaal bevriezen in plaats. En zoals je ziet, dat verbruikt zeg maar zijn rubies. Ik geloof 5 rubies per keer. Dus op zich niet echt zo duur. Handig om die irritante beesten eindelijk een keer te kunnen bevriezen. En het kost toch 5 rubies, dus daarom wil je hem niet te veel gaan gebruiken. Oké, dan weet ik dat je hier eigenlijk laten vallen. En een beetje te veel in beeld. Ik gebruik hem een beetje. Ik weet dat het heel erg tempting is om die te gebruiken. Maar het nadeel is het gebruik rubies. Oh, daar is een deur. Oké, druk de ongeluk. I'd say your chances are a million to none. But let's have fun, anyway. Nee, dank je. Wordt namelijk toch al gelijk gekild. Oké. Ik weet het nogmaals, ik kon de water of life gebruiken. Maar vergeet niet, er is een baas die er nou aankomt. Dus daarom leek het me niet echt handig om dat nou te gaan doen. Deze dingen, die zijn bekend als... Ja, de Wallmasters of de Floormasters. Deze zijn Wallmasters. Je weet wel, die creepy handjes die in de gewone Zelda zeg maar tevoorschijn kwamen. Die heb je hier ook. Alleen hier aanvallen ze, doen ze je alleen maar aanvallen op het moment dat je dus zeg maar dichtbij hun in de buurt komt. Goed, we hebben een baas te verslaan. Auw. Auw. Zover ik weet, slaan als een ziekte. Dat is de manier om hem te verslaan. Deze baas is best wel interessant. Deze is best wel lastig, aangezien dat hij best wel... Weet je wat? Water of life. Ik heb nog maar één leven. Oké, ik heb hem. Lucky shot. Golly. Golly. Oké, dus dan krijgen we de sleutel en hier zijn we verplicht om ropes te gebruiken. Ja, ik ben toch blij dat ik mijn Water of Life heb gebruikt daar. En dan komen we dus hier uit. En wat is hier? Ik heb geen idee. Hi! Now, if we make a simple vacuum and spin the ice just so. There! Oké, we hebben een betere lantern. Blijkbaar. Wegwezen. Creepy. Oké, dan kunnen we dus nou naar Millitron. Dus we hebben weer 3 nieuwe plaatsen waar dat we naartoe kunnen gaan. Ik weet dat deze aflevering is maar 14 minuten. Maar aan de andere kant, het is pas weekend 2 en we zijn al over de helft van dit spel. Zoals ik al zei, dit is gelukkig een hele korte let's play. En dat wou ik eigenlijk gewoon als 3 weken vuller hebben. Dus ik laat het bij deze aflevering. Dus ja, vind je zelf persoonlijk een baas een lachertje in een bepaald spel? Laat het weten in de reacties. En laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. En ja, dan hoop ik jullie natuurlijk weer te zien in de volgende aflevering morgen van Let's Play The Legend of Zelda CDI. Ah, ik zie jullie dan wel. En dan gaan we waarschijnlijk naar Millitron. Oh, voordat ik afsluit offscreen, ik ga eventjes sorry dat ik nog wat meer Firestones krijg. Want ik ben bang dat ik te weinig Firestones heb voor... andere dingen die ik dus nog in dit spel moet gaan doen. Dus dan weten jullie dat. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie morgen dus zeg maar te zien. Dus tot dan!
Victory! See how Harlequin captures Corridians? You lose. Do you know what it means when you lose your last ruby? Now you work for me! Take him away!